Het was qua jongenswerk, maar je deed het gewoon. Zo noemt Van den Hurk het werk dat hij voor het verzet doet. Hij wordt geboren in Tiel, maar komt tijdens de Tweede Wereldoorlog terecht in Meppel. Daar zit hij in de kost aan de Prins Hendrikstraat en helpt veel piloten. Hij heeft als een van de grote mannen in Nederland op dat gebied zijn diensten daarvoor verleend. Hij heeft heel wat piloten via de vluchtweg Zuid-Limburg, België, Frankrijk naar Spanje gebracht, waar ze dan overvlogen per schip naar Engeland. Het verzet is niet zonder gevaar. Op 18 december 1944 wordt hij samen met zijn vrouw gearresteerd door de Sicherheidsdienst en komt terecht in het politiebureau aan de Hagenstraat. Nadat hij een brief naar buiten smokkelt met de roep om hulp, komen ze vrij. Het was kerstavond 1944 dat die knokploeg van Oom Hein hier in de Hagenstraat een overval deed, waarbij helaas twee doden vielen, één politieagent en één verzetstrijder, Gerrit de Boer, die hier op straat is overleden, hier tegenover het politiebureau. Van den Hurk en zijn vrouw weten te vluchten en duiken onder. Ze overleven samen de oorlog. Elk jaar komt hij terug in Meppel tijdens dodenherdenking. En nu is het volgens Ponne tijd om een groot verzetsheld te herdenken. We moeten hem herinneren als een van de hele grote Meppelers. Hij heeft geweldig veel goed werk gedaan en heeft heel wat mensenlevens gered. En hij moet altijd in herinnering blijven. Van den Hurk is 95 jaar geworden.